Een hele goede morgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is woensdag 8:30. Waarom zo vroeg? Ja. Ik ga even gauw boodschapjes doen, daarna ga ik even een bakje doen met mijn mama en met mijn vriendin. Ik heb zin in, een nieuwtje gaat mee, dus... een beetje moe. Alles slaapt nog opnieuw na dan. Dus, gaan we je zijn hier nemen en dan let's go. Nou, we gaan lunchen. Ah, vandaag eten we erwtensoep en tomatensoep. Met een tosti. En dan was het al bijna vergeten de vlog af te sluiten. Hi. Toast make-up. Ik heb lekker gedoucht. Ik ga mijn nest in. Ik denk wel moe. En morgen heb ik weer een drukke dag. En ik wil morgen storytime opnemen. Dus. Ik zie jullie morgen, ja. Bye bye. Een hele goede morgen. Het is donderdag. 8:30. Alles slaapt nog opnieuw na. Ik ga even gaan mijn dingen doen. Want ik moet dadelijk even mijn oven wegbrengen. Want die begaf het gisteren. Top. Gelukkig heb ik nog garantie op. Dus ik kan hem omrijden. Maar toch, ik moet toch even zeulen met een oven. Dus dat gaan we even doen. En verder zien we het wel. Let's go. En de zoutensoep staat lekker te pruttelen. Zo, ik zit even voor 2 minuten, want dan moet ik opstaan, want dan is mijn rijst klaar. Dus, geef me weer de stempel, de meest waardeloze vlogster op dit moment. Ja, ik ben eventjes met Rasmus Zoetermeer geweest. Ik was de camera vergeten. Dus ik heb wel een stukje met mijn mobiel gefilmd, maar we zijn alleen maar naar het Kruidvat geweest. Daar zijn we naar huis geweest, want waar het zat. Dus, ik heb mijn storytime ook nog niet opgenomen. Ach, ach, ach. Het gaat eigenlijk allemaal op het laatste moment, hè? Maar goed, druk. Alles weer opstarten dadelijk, dus moeten we even een aanloopje nemen. Maar goed, mijn soepje pruttelt. Dadelijk lekker eten. En dan zien we het wel. Zo, het was echt de vraag van zal ik hem afsluiten of zal ik hem niet afsluiten. Oh, ik zat in het licht. Wauw, licht. Mijn vlog moe, denk ik. Het komt er gewoon niet van. Ja, nou zijn hier wel even wat strubbelingen. Niet met gezin of wat dan ook hoor, maar... even gewoon bepaalde issues die ik gewoon even op een rijtje moet zetten en misschien heeft daar wel mee te maken. Kan. Maar goed. Morgen is het vrijdag, het laatste weekendje van de vakantie. Daar ga ik nog even van proberen te genieten. Ja. Dus. Ik ga nu lekker mijn make-up eraf halen en ik ga mijn nest in. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik zie jullie morgen. Met een frisse smoel open weer. Oei. Een hele goede morgen. Het is vrijdag. 9:00. En we zijn wakker. Daar is er ook een wakker. Boodschappen doen. Met de kinderen, de dokter. En daarna zien we het wel. Opgezwollen kop. Top. Alles het zeer. Top. Maar meer zei ik? Nee. Ik zie jullie dadelijk. Het is 9:30 nu. En ik loop een beetje kutspraak met mijn planning. Want ik moet 9:50 met Rasper de dokter zijn. Dan moet ik naar Delft. En naar Leidschendam. Tricky, tricky. Het is vies hier, jong. Kijk. Oh, het is wel droog, maar... koud. 6,5 graat dus. Mijn hubbietje bij de kapper. Dat was wel nodig ook. Plofkop van hem. Dus. Even wachten op mijn rasje.
wel eens een oldschool lunch voor mezelf gemaakt. Zalm, avocado en garnalen. Let's try. En het is 4:10. Ik zit gezellig alleen te eten. De rest is weg. Nou ja, was is naar vriendinnetje toe. Ik ga vanavond weer naar de ijshockey. Ron is even Nia wegbrengen. En ik had honger. Dus ga ik eten. Dat ga ik even lekker doen. Oké, we gaan op poging nummer 2 doen. Ik ga dit even maken. Als Ron zo thuis is. Met de boodschappen. Want ik heb hem even gebeld. Want mijn eten was niet tevreden. En ik heb geen zin om weer wok te halen. Ik flons zelf al wat in elkaar. Dus we gaan proberen. Zo. En voordat ik ga douchen ga ik de vlog afsluiten. Het is 7:45. Ik zit echt al een uur gewoon te brainstormen of ik nou wel of niet naar de ijshockey ga. Hoe fucked up. Meiden zijn er al. Ja. Aan de ene kant wil ik onwijs graag. Aan de andere kant, ik voel gewoon een crash komen. En ik ben natuurlijk de afgelopen dagen alleen maar aan het crashen. En dan zal je net zien, dan zit ik daar en dan breekt de pleuris uit. Geen goed verhaal. Dus Ron zegt ook, wat ga je nou doen? Ik zeg, dat weet ik niet. Ik zit nou gewoon nog te twijfelen. Maar ik heb het al koud. En ik voel hem al opkomen. Moet dan eigenwijs zijn of denken van nou. Doet het standaard, duik die douche onder en stap je nest in. Waarom heb ik zo'n kutleven? Nou, kutleven. Kutlichaam. Ja, dit zijn echt van die momenten waar ik gewoon echt fucking depressief kan worden, werkelijk waar. Gewoon teleurgesteld in mezelf, weet je wel. Ja, als je niet zo stom was geweest reeds, had je gewoon alles lekker kunnen doen. Ja. Dit is totaal niet boeiend. Maar ik zit er wel mee. Ik zit er echt mee. Maar ik heb wel net kaarten voor de bekerfinale van Heijs gekocht. Dat is 4 februari om 3:00 middags. Nou, dat moet te doen zijn. En daar ga ik wel heen. Ja, zin in. Maar dat is pas 4 februari natuurlijk, maar goed. Ik heb de kaart in de pocket. Dus daar kan ik weer naar uitkijken. Hey, lichtpunt. Ja. Heb ik verder nog iets om naar uit te kijken? Nee. Ja, maandag na een botanalyse. Yes. Ik ben benieuwd. En ik maak me zorgen. Misschien zit ik daar wel niet lekker in mijn vel. Er komt ook gewoon helemaal niks aan mijn handen gewoon. Oh, hij ligt hier. Maar goed. Dit is echt weer zinloos vloggen. Ik zit ook wel echt na te denken af en toe, weet je wel, van moet ik wel doorgaan met vloggen? Ik weet het niet. Zie het wel. God, zijn we lekker depressief bezig, het is top. Word hier ook heel vrolijk van. Maar ja, that's my fucking life. I'm just a kid. Morgen is het zaterdag. Oh, ik heb het haar. Morgen wat te doen? Nee. Ja, ik moet morgen echt aan de bak voor de site. Want... Wow. Ook die dingen, weet je. Er komt gewoon niks uit mijn poten gewoon. Misschien wordt het tijd dat gewoon iedereen oprolt naar zijn werk en naar school. Zodat ik gewoon weer in rusten alles kan doen. Want ook, hoe raar het ook klinkt hoor, ik ben helemaal gek met mijn hartjes om me heen. Maar als het hele gezin thuis is, dan kan ik me gewoon niet concentreren of focussen op dingen die ik moet doen, zeg maar. Dan wil ik te veel met hun bezig zijn en hun in de watten leggen.
Ja. Dus ja, maar ja, vanaf maandag is alles weer back to normal. Wow. Ja. Maar goed. Ik stop met het bullshit gelul. Het is niet echt... om daar super vrolijk van te worden, sis. Maar goed. Ik ga douchen. En ik zie jullie morgen, ja. En goedemorgen, het is zaterdagochtend. Ik zit even ongeïnteresseerd mijn telefoon weg te klikken. Het is 10:10, lekker vroeg. Er zit een auto. Ik heb allemaal pleister. Daar ging gisteren radicaal een mest om mijn vinger heen. En het was best wel diep, dus we zaten even te twijfelen of het wel gehecht moest worden. Maar gelukkig stopte het bloeden. Kneus. Dus, ga boodschappen doen. Daarna ga ik thuis aan de gang en dan zien we het wel. Ik had weer van alles in mijn hoofd wat ik wilde gaan doen. En puntje op pad, ik ben nergens zien. Mooi verhaal. Dus ja, en ik wilde mijn nagels lakken. Maar ja, dat gaat natuurlijk nu niet. Nee, maar klauw. Ja, mijn andere nagels. Maar dan heb ik één nagel niet gelakt. Het ziet er niet uit. Nou, ik zit helemaal op pluisjes van die sjaal. Zijmodus. Maar goed. Ik wacht op mijn kind en we gaan boodschappen doen. Let's go. Nou goed toch? Goed toch? We gaan boodschappen doen met deze meid. Nou, gaan we weer zo Ja. Now I'm not a writer. Okay. Check hoe die gaat lekken. Super. Ik had eerst deze kaarsen bij de HEMA gekocht. Maar die klote dingen die lekken niet. En die zijn al duur ook. En deze goedkope shit bij de Kruidvat. Lekker als een malle. En dat willen we. Want ik wil heel die fles vol hebben. Alleen ze hebben alleen maar wit, crème en rood kleurige kaarsen. Dus dat is wel weer even een minpunt. Maar goed. Ben er blij mee. En ondertussen ga ik ook de vlog afsluiten. Het is super vroeg, 5 uur. Maar ik heb in principe niks met de vlog, want ik ga nog even aan de site werken. Nou ja, is echt boeiend om te zien. Beetje kalender en zo. Blogpostjes maken. Bla 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 bla. Dus, en daarna ga ik douchen, want ik moet erg mijn haar wassen. Want dat. Kijk, ik blijf gewoon staan. Dus, zo te doen. Rondje is nu niet halen, want hij sliep bij een vriendinnetje. Ras ligt boven bed. Die is een beetje moe en snotty. Dus. En morgen zondag, laatste dagje van de vakantie. Zit erop. Dus morgen start ik weer een nieuwe vlog. Dus ik zou zeggen, duimpje omhoog als je deze leuk vond. Kopje klikken als je wil abonneren. Ik weet nooit waar die kop staat, joh. En ik zie jullie morgen. Doei doei.